Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Dat zijn ze dan. Voilà. Sint-Jacobsnoten, Coquille Saint-Jacques, Coquille. Ja. Verschillende namen voor, hè. Toppen. Van waar komen die, deze? Deze zijn van Dieppe. In Normandië. Ja. De beste coquilles van... En dat is echt goede kwaliteit. Dat is topkwaliteit. Ja, die zijn daar echt... Die hebben daar echt zo'n commune die eigenlijk alleen maar... Bezig zijn met coquilles. Ja. Tussen april en september proberen ze te vermijden van zoveel mogelijk coquilles uit water te halen, want dat is de paaitijd. De herfst en de winter zijn eigenlijk de beste momenten om coquilles te eten. Ja, inderdaad. En is dat belangrijk voor u dat je die ja, echt in de schelp nog krijgt? Want ik vermoed dat... Ja, je ziet dat niet zoveel meer, hè, maar ik vind het heel plezant van die op de momenten zelf te openen voor de klant. En meezien de mensen dat echt vers is. Dat je een topvers product verkoopt. Als je dit proeft, je bakt dat even een klein beetje op, een beetje inbloemen, een klein beetje peper, zout erop en dan in de boter. Dat zijn pralinekjes, hè, dat gaan tot eten zetten. Kom jong, laat me zo'n pralineker zien. Ja. Je hebt een holle kant en je hebt een platte kant. Okay. En als je hier kijkt, zie je een klein openingsje. Ja. Ziet het? Ja. En ik ga daar met de punt van mijn mes in. Ja. En dan voel je al direct dat die spier loskomt. En dan moet je dus langs de binnenkant snijden gewoon. Je doet dat zodat je snijdt. En dan gaat dat echt door. Ah, wow, ja, voilà. Ja. Je snijdt gewoon onder de noot. Ja. En hoort. Dus gewoon snijden en je moet de schelp voelen. En dan komt dat komt automatisch los. Kijk, ik heb alles mee. Ja. En je hebt hier de baard ook. De baard dat wordt regelmatig gebruikt om een fumet van te maken. Oké. Okay. Ja. Dus als je dat hebt, niet wegsmijten, maar een fumet van maken. Ja, wel, je kunt daar een sausje, dat kan een basis zijn voor een sausje. Okay. Dan heb je die noot. Dan top. Moet je dat even spoelen, drogen in keukenpapier en dan moet je dat klaarmaken. Hè. Top. Mag je eens een proberen? Ja, tuurlijk. Gewoon rauw eten. Zoals een pralineke. Ja, inderdaad. Lekker, hè? Mega zoet ook, hè? Ja, die hebben een hele zachte, die zijn een heel zacht van smaak. Zoet proeft totaal niet zo vissig, hè? Dus nee. Mega vers. Nee. Heerlijk. Tegen ze? Santé, water. Je weet toch dat een vis drie keer moet zwemmen, hè? Drie keer moet zwemmen? Ja, in het water één keer. De zee, hè? Dan in een goeie boter. Ja. En dan in de witte wijn. Ja, dat is goed. Santé, hè? Dat doe ik graag. Santé. Ja.